Welkom bij ons vlogboek. Vandaag hebben we het over twee boeken. Filijn zegt sorry van Ronald Giphart. En Oeroeg van Helle Hazen. Filijn zegt sorry gaat over de cynische filijnen die alles zegt wat in haar opkomt. Daarvoor zegt ze geen sorry. Het is een roman dat in 1996 geschreven is door Ronald Giphart. Ronald Giphart heeft ook het boek Ik ook van jou geschreven dat in 1992 verscheen. En een jaar later het Gouden Ezelsoor won. Giphart heeft een eigen schrijfstijl en dat is erg te zien in het boek. Hoe verder je in het boek bent en hoe beter je het verhaal kent, lees je gewoon soepel doorheen, maar daarvoor vind ik het wel een gemiddeld leesniveau. Het literaire argument wat hierbij hoort is het cynische argument. Ronald heeft echt zijn eigen schrijfstijl en dat kan je ook echt terugvinden. Filijn is de hoofdpersoon en alles flapt eruit wat ze maar in haar hoofd heeft. Ze zegt alles en later in het boek krijgt ze er ook zeker spijt van. Max Filijn is vriend, die speelt in een erotische versie van Julia en Romeo van Shakespeare en is er eerlijk heel erg trots op. Het verhaal gaat erover dat Max vertelt aan Filijn dat hij voor het toneelstuk naar New York moet gaan voor een lange tijd. Filijne, die vindt het heel jammer natuurlijk en boekt daarom ook een paar weken later een ticket naar New York. Ze staat er verrast voor de stoep bij Max voor de deur. Hij woont er in een appartement met nog meer mensen van zijn toneelgroep. Ze gaat met hem mee naar de première en daar ziet ze eigenlijk dat het een heel erotisch, pornografisch deel is van Romeo en Julia. Ze is het er helemaal niet mee eens en vervolgens vertelt Max dat het nog twee keer uitgevoerd moet worden op het podium. De tweede keer dat hij het gaat doen, komt ze stiekem ook kijken en ziet ze dat hij bijna seks gaat hebben op het podium. Ze is het daar helemaal niet mee eens en begint te schreeuwen door het publiek heen. Ze komt daarmee ook in een late night show waar ze geld mee gaat verdienen en daarom die avond een hotelkamer voor kan boeken. De volgende dag sleept Max haar uit de hotelkamer in naar zijn eigen appartement, hijst er in een gala hier en neemt haar mee naar het eetgala. Daar pakt ze de microfoon en gaat ze sorry zeggen. Dit is ook de laatste zin wat ze gaat zeggen. Ik bied mijn verontschuldigingen aan. Ik zeg sorry. Sorry Max, sorry mensen, fluister ik. En iets harder, misschien te hard, voeg ik eraan toe. Sorry dat ik besta. Dat is ook de titel. Filijn zegt sorry. Daar komt het op neer. Het motief dat vooral in het boek steeds terugkomt is liefde. Elke keer wat ze ook tegen Max zegt, ze blijven gewoon verliefd. De recensies die ik hierbij gevonden heb zijn: Filijn zegt sorry is de beste roman aller tijden en Giphart is de allerbeste schrijver ter wereld, van Herman Brusselmans. En dan is er nog één: voor Filijn zegt sorry geldt derhalve stijl, stijl en stijl, en die is meesterlijk, van De Groene Amsterdammer. Het boek dat ik na Filijn zegt sorry zou kunnen lezen, dat is van Kluun, Komt een vrouw bij de dokter. Filijn zegt sorry is een humoristisch boek met een seksistisch randje eraan. Het is het verrassend einde wat nu waarschijnlijk niet heel veel mensen hadden verwacht. Oeroeg was mijn vriend. Zo begon de ik-personage het verhaal te vertellen. Oeroeg is geschreven door Helle Haagse en verscheen in 1948 als boekweekgeschenk. Sindsdien is het een heel belangrijk boek geworden voor de Nederlandse literatuur. En is meer dan 50 keer herdrukt en in 11 verschillende talen vertaald. Helle Haagse vond haar inspiratie in haar gemis naar Nederlands-Indië, waar ze is geboren en ook een groot deel van haar jeugd heeft gewoond. Ze heeft met het boek Oeroeg de Nederland Leest 2009 prijs gewonnen. En andere bekende werken van haar zijn Het Woud der Verwachting, Heren van de Thee en Sleuteloog. Helle Haagse heeft het boek vanuit een mannelijk perspectief geschreven. En dat vind ik erg knap, omdat ze eigenlijk een vrouw is. Het boek gaat over twee jongens. Een Nederlandse jongen, wat de zoon is van een Nederlandse administrateur. En over een Indische jongen, wat de zoon is van een Indische ondergeschikte. Deze twee raken bevriend al sinds ze heel klein zijn, maar groeien uiteindelijk uiteen. Dat komt vooral door de cultuurverschillen en ook door andere redenen. Het verhaal wordt verteld door de Nederlandse jongen, die eigenlijk in het verhaal geen naam heeft en die we dus ook niet weten. En de Indische jongen, die heet Oeroeg, vandaar ook het hele boek dat genaamd Oeroeg is. Doordat ze er allemaal dingen uiteen worden gedreven, hun vriendschap komt ook door
dat Oerug zijn vader verliest en dat eigenlijk de schuld is van die Nederlandse jongen. Op een gegeven moment gaan ook de ouders van die Nederlandse jongen scheiden. Dit zorgt ook voor allemaal dingen nog in hun leven, wat natuurlijk niet voor elk kind makkelijk is. Op een gegeven moment gaan ze allebei naar een school in Sukabumi. Dit zijn wel gescheiden scholen, want door cultuurverschillen is dat natuurlijk allemaal anders. Andere taal, andere kleur. Tijdens hun schooltijd woonden ze bij een vrouw, Lida. Zij ging heel erg veel om Oerug geven en heeft ook later heel veel van zijn school betaald. Na deze school gingen zij naar een school in Batavia waar ze een opleiding deden en kwamen uiteindelijk bij een Indisch instituut terecht. Op een gegeven moment werd de Nederlandse jongen door zijn vader naar Nederland gestuurd om daar een studie te doen. En wanneer hij terugkwam, was alles anders. Hij kwam terug in Indië, nog net voordat het Indonesië was. Oerug had zich bij zijn volk gesloten en was tegen de Nederlanders, tegen hem. Dit vond hij allemaal erg moeilijk, want hij wilde zoveel mogelijk, heeft hij al die jaren geprobeerd de vriendschap met Oerug te behouden. Maar dat raakte gewoon uiteen. De veel thema's die terugkomen in het boek zijn dus cultuurverschillen, vriendschap en Nederlands-Indië. Deze dingen staan heel erg centraal en kan je ook terugvinden in meer werken van Hella Haase. Het is niet een heel erg humoristisch boek, het is erg realistisch. Daarom vind ik ook dat de realistische argumenten erbij horen en cultuurhistorische argumenten. Oerug heeft voor lezen voor de lijst niveau 3. Ik vind dan ook dat het een gemiddeld leesniveau heeft. Het is niet heel makkelijk, maar ook niet heel moeilijk, dus het is prima te lezen. Ik heb veel recensies erover gevonden. Recensies die goed hier bij het boek vond passen waren... Oerug is een sensible geschreven lied van weemoed door het NRC Handelsblad. En nog eentje van het NRC Handelsblad is... Heel haar schitterende oeuvre is geworteld in dit verhaal. Waarin ze niet alleen haar ambivalente houding tot haar land van herkomst beschrijft. Maar ook die van Nederland tot zijn voormalige kolonie. Door Elsbeth Eddy in het NRC Handelsblad van 2010. De boeken die je hierna zou kunnen lezen... zijn eentje die ook nog van Hella Haase is. Dat is Heren van de Thee. Ook vind ik Indische Tuinen van Adriaan van Dies ook bij passen. Omdat dat ook over Indië gaat. Dus als je dat leuk vindt, dan past deze er ook erg bij. Dankjewel voor het kijken.